Zelf is Wim Alozerij ook nog een beetje verbaasd dat zijn levensverhaal nu in boekvorm voor hem ligt. Zolang je praat, praat je van je weg. Maar als je het leest, dan denk ik, hoe heb ik het eigenlijk overleefd? En zelf. dat ik denk, hoe oh, heb je het gepakt? Dan zie ik daar van een jongen van 20 jaar, 21, loop je die tienduizenden gevangenen. Die allemaal problemen met me. Slecht eten, mager, opgejaagd. En dan heb ik er moeten scharrelen. Om toch te overleven. Hij denkt dat hij de verschrikkingen van de concentratiekampen in Amersfoort, Nooyenkam en Hoesum overleefde. door op zijn instinct te vertrouwen en doordat hij al gehard was door de nare jeugd. Want verschrikkelijk was het in die kampen. De eerste keer dat wij daar moesten gaan scheppen, werden twee mannen zwaar mishandeld, echt mishandeld. Die mensen heb ik zo zin aftuigen. Hè. Ja, ik heb later al meer gezien. Ik heb ze zien ophangen, doodschieten. Ik heb van alles gezien. Maar dat trof me zo dat deze de mannen zeiden: we doen het niet en riskeerden de dood. En ik heb ze ook niet meer gezien. Hè. Hij overleeft de kampen, maar krijgt nog een zware slag als het schip waarop hij met duizenden andere gevangenen zit wordt gebombardeerd. En opeens begint het te, 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 te trillen, want het is een gigant. En je ziet niet alleen die er gebeurt: de boot helemaal branden. Uh, gevangenen die wilden bovenkomen werden neergeschoten. Vliegtuigen bleven met methodeurs schieten. En dan word je paniekerig. Dan denk ik. Ik wil niet verbranden. Ik ga de zee in. Hij vindt een vlot, komt aan land. En is nu in Europa de enige overlevende van het bombardement op de Cappa die het verhaal nog kan navertellen. En vertellen doet hij. Samen met schrijver Frank Kraken trekt hij door het land. Met een verhaal dat vooral gaat over overleven. En niet over ellende. Ik heb geprobeerd alle ellende uit mijn geest te gooien. Ik denk, dat gebeurt, daar moet je niet mee leven. Als je altijd maar aan die ellende gaat denken, dan gaat je vreugde uit het leven weg. Dat moet ik niet doen. Wat knapt dat u dat kan? Ja. Misschien is mijn instelling zo.